Het ligt al kots. Kunnen we dat ook filmen? Hey, ik ben Kim van Project Wolf. We staan hier op de Student Liftoff Party in Mechelen. Ja, exact. En er zijn al heel wat mensen helemaal niet nuchter. Ik vraag me vooral af wat die studenten later willen worden. Kom maar mee. Zeg Elke en Leline, wat willen jullie later worden? Ja. Travel influencer. Momenteel ga ik op stage naar Curaçao als dat doorgaat. Dus ik hoop. Leerkracht lager onderwijs. Ik wil gewoon een betere leerkracht worden dan de leerkracht die ik zelf gehad heb. Een schrijnwerker en een meubeldesigner. Nice. Wat is uw favoriete meubel? Een stoel. We gaan eigenlijk een paar vragen stellen. Ja, over uw toekomst. Op deze moment. Yes, I don't know. Oké, misschien ja, gewoon toeristen. Zo behind the scenes van zo de modeshows. En wij willen dat met twee doen. Of met festivaletjes. Ik wil gewoon rijk worden. Dat met al mijn problemen opgelost zijn. En ik hoop voor u hetzelfde. En voor jullie ook allemaal. Er is altijd zo één heel speciaal plaatje op een feestje waar dat goed misgaat. We gaan eens naar de wc's. Wat wilt je later worden? Hetzelfde als schuim. Ja, journalist. Mocht je het nieuws goed? Meestal wel. Ik versta je niet. Ik wil een toerisme-industrie geworden. Goedenavond allemaal, ik sta hier live vanuit Mechelen, de loods. Het ziet er niet al te best uit, maar er zijn veel jongens onder alcoholintoxicatie. Ja, naast mij Kim. Kim, hoe kan jij dat, de situatie beoordelen, zeg maar? Ik heb al spouw in liggen, ja. Ik kan straight out of toilet en jullie denken, het interview time. En Isabel, wat wil je later worden? Wauw, dat was opeens echt toekomstvragen. Social media manager. Wat is er gebeurd met je t-shirt? Ja, dat is dus heel makkelijk. Ik ben Tim, maar naast mij staat Kim. En er was een Kim en die heeft op mijn t-shirt overgegeven. Meestal niet super leuk, maar ja, Kim is niet de Tim. En ja, Kim in de vitrine.